Dit is geen 5G zendmast. Toch hebben verschillende mensen al geprobeerd om dit soort masten in de fik te zetten uit angst voor het coronavirus. In deze aflevering hebben we het over 5G complottheorieën en kijken we memes. Welkom bij Complottheorieën. Veel wetenschappers denken dat het virus over is gegaan van de vleermuis op de pangolin. Die eet ik zelf nooit, maar in ieder geval, de Nederlandse vleermuis kan je nog gewoon eten hoor. Het coronavirus is een ernstige longziekte, maar om een of andere reden kunnen veel mensen een verband zien tussen de radiatie van 5G zendmasten en deze ernstige longziekte. Waarom? Dat zie je in deze aflevering van Complottheorieën. Je ziet hier bijvoorbeeld een meme over wat er gebeurd is door corona. Want seizoenen bestaan niet. Alles is grappig als je er 10 keer een filter op gooit en er allemaal emoties bij zet. Als je dit plaatje ziet, dan denk ik inderdaad dat we dit nooit gezien hebben als mensheid. Allemaal, knip dit ding weg. Je wordt gevolgd door 5G, dat wil je niet weten. In dit plaatje hiernaast kan je wel eens zien dat verschillende complottheorieën invloed op elkaar kunnen uitoefenen. Zo zie je dat mensen die gewoon geloven dat de aarde plat is, heel veel last krijgen van de straling. Terwijl alle mensen die denken dat de aarde rond is of zo, helemaal geen last krijgen van die straling. Dit hier is een deel van een groep die echt gelooft dat 5G een ding is in het coronavirus. En ik denk, al die emoties maken het wel een betrouwbare tweet. Wel blij dat dit soort mensen er nu ook achter komen dat het in de bebouwde kom echt een stuk drukker is dan hier in de natuur. Mensen dachten in 1900 al dat de elektriciteit een enorm slechte invloed zou hebben op de samenleving. Dit zijn een soort van de antivaxxers van 1900. Dit heeft mijn ogen wel geopend, maar als ik dit zie dan denk ik, spinnen vallen nog wel mee. Dit is het voorbeeld van een man die precies begrijpt hoe je die 5G-chips echt moet verwijderen. De overheid is veel gevaarlijker dan dat de meeste mensen denken. Zo zie je gewoon dat de zendmasten in Wuhan gewoon de verkeerde stand hadden aangezet. De COVID-19 stand. Gelukkig zijn er mensen die al zo lang werken aan dit soort producten, dat je voor, wat is het, 45 euro al helemaal COVID-vrij kan worden. YouTube heeft al de meeste complottheorieën van hun platform verwijderd. Alleen snappen gelukkig de andere platformen wel hoe belangrijk de verspreiding van dit soort geniale theorieën is. En nu gaan we het nog even hebben over het nieuws in het nieuwssegment. Het probleem op dit moment is nog wel dat veel influencers en mensen op social media dit soort complottheorieën delen om ervan uit te gaan dat veel mensen dit zien. Maar gelukkig zijn er ook hele goede mensen zoals Bill Gates die op weg zijn naar het maken van het coronavaccin. En natuurlijk nog even breaking news. Jullie begrijpen natuurlijk al wel dat het grootste deel van deze video natuurlijk één grote grap was. En dat je het coronamaatregelen heel erg serieus moet gaan nemen natuurlijk. En dan nog even mijn dank naar al deze goede mensen in de frontlinie die zorgen dat het leven in Nederland en over de hele wereld echt een stuk veiliger is. Nog even een dikke shout-out naar mijn cameraman van vandaag. En natuurlijk naar alle mensen in de frontlinie. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering. Deze 6e aflevering van Complottheorieën. En dan zie ik jullie hopelijk weer heel snel bij een gloednieuwe aflevering. Wat wil je dat ik zeg? Nu begint. Reageer. Of wacht op de wind. Dat heb je in een bos niet. Nee, ik wacht op de wind. Denk je dat ze een... Abonneer op mij. Nee. Dat is een grapje. Dat mag niet van de kerk. Hoezo mag de kerk niet abonneren? Denk je dat...